Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Vandaag trekken er buien over het land. Die buien kunnen samengaan met hagel, natte sneeuw en enkele keer ook een klap onweer. Wisselvallig weer dus, maar tussendoor zijn ook perioden met zon. Dus al met al is het ook af en toe echt aangenaam. De wind is vanochtend nog stevig, 5 tot 8 bevor met in de kustprovincies forse windstoten. Maar ook de wind neemt vanmiddag geleidelijk wat af. Dus vanmiddag is het beste deel van de dag. Temperaturen dan 7 tot 9 graden. En nogmaals, een enkele bui kan samengaan met onweer. Vanavond ook nog enkele buien. Temperaturen liggen dan rond 6 graden. En komende nacht daalt het kwik tot een graad of 4. Morgen overdag hebben we opnieuw wisselvallig weer. Opnieuw een aantal buien. Maar de zon die schijnt vaker dan vandaag. En de buigheid neemt vooral later op de dag flink af. Smiddags is het eigenlijk grotendeels droog. Temperaturen dan rond de 8 of 9 graden. Vrijdag. Gaat het in de loop van de dag vanuit het westen regenen, maar in de ochtend schijnt eerst nog af en toe de zon. Echt beter weer krijgen we vanaf het weekend, wordt dan droog, komen flinke zonnige perioden en de wind neemt in kracht af. De temperatuur blijft eerst nog 10 graden, gaat na het weekend stijgen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl